Goedemorgen gemeente, allen hier in de kerk, hen die live met ons verbonden zijn of later deze dienst terugluisteren, hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen gaat ons voor onze eigen predikant, dominee H.M. Mulder. De schriftlezing is uit Matteüs 8, de verzen 18 tot en met 27. Thema van de preek is, wat voor iemand is dit? Collecten, de fysieke collecte die gehouden wordt in de dienst, zal bestemd zijn voor de diaconie, in het bijzonder voor gezinszorg. De bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk. Het verzoek is om die maandelijks per bank over te maken. We vangen nu deze dienst aan door het zingen van de schoolpsalm, psalm 27, vers 7. De kerkenraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe. Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanmorgen gaan we met elkaar lezen
uit het gedeelte dat er storm is. Storm op het meer. Soms kan het ook stormen in onze levens. Maar ben je gezegend als je in de storm erachter komt en mag belijden. Hij is mijn rots, mijn heil in nood, mijn hoog vertrek. Zijn macht is groot. Ik zal nog wankelen, nog bezwijken. We zingen op Psalm 62, het vierde en ook het vijfde vers. We luisteren samen naar de 10 geboden en vervolgens zingen we uit Psalm 119, het 47ste vers. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. We mogen gezamenlijk in ons gebed tot de Heere gaan. We zullen ook een aantal namen in het bijzonder noemen. We denken aan zuster Celia van Ries Hartog van de Morgenster 58. Zij is vorige week thuisgekomen na een geslaagde ingreep waarbij haar nier verwijderd is. En intussen is duidelijk dat er geen uitzaaiingen gevonden zijn of complicaties zijn opgetreden. We zullen daar de Heere voor danken. We zullen de Heere ook danken met zuster Greet Klumpenaar de Graaf van Dichterslaan 167... Ze heeft afgelopen woensdag een geslaagde heupoperatie ondergaan en is weer thuis. We zullen samen voorbeden doen voor zuster Hanny van de Brink Valkenburg van de Begginstraat 2. Zij is in de laatste fase van haar leven. Ze kan niet meer eten, waardoor haar krachten steeds verder afnemen. We zullen samen ook denken aan broeder Henny Simons van de Goorsteeg 2 in Ede. Hij moet aanstaande donderdag een dotteroperatie ondergaan. Ze samen ook denken aan Tim en Heidi Kema van Gerestein. Ze hopen morgen voor ongeveer 2 jaar naar Aruba te gaan, van het werk van Tim bij Defensie. Ze zullen ook bidden voor de ambtsdragersverkiezing als we morgen als kerkraad vergaderen om ook tot een talstelling te komen. Zullen we in ons gebed tot God gaan.
Onze Vader die in de hemel zijt, tot u naderen we. Uw aangezicht zoeken wij als gemeente van u hier in de kerk vergaderd, op afstand verbonden. En we komen tot u, want als we kijken naar onszelf, dan maken we ons zo makkelijk zorgen. Als we kijken naar de wereld, dan vrezen we zomaar voor morgen. Maar als we kijken naar u, dan weten we ons door het geloof geborgen, veilig. Bij u, de rotssteen. Heren, het kan soms stormen in het leven. Daar gaan we straks van lezen. Maar we weten ook hoe er stormen geweest zijn in onze persoonlijke levens. Hoe gezondheid ineens niet meer vanzelfsprekend was. Hoe het werk in één keer anders liep. Hoe onze gezinssituatie ineens ingewikkeld bleek. Of hoe we geconfronteerd werden met dingen die we niet hadden gedacht. Zo kunnen er stormen zijn in onze persoonlijke levens, heren. En te midden van de stormen waar we op terugzien, in de stormen waar we misschien al middenin zitten, zoeken wij uw aangezicht. Want wij hebben houvast nodig en troost en uw geborgenheid. En die vinden we ten diepste alleen maar bij u. Heer, en als we in de wereld om ons heen kijken, dan speelt er van alles. Oorlogen, geruchten van oorlogen, ziekte, conflicten die maar terugkeren, armoede, ellende. In het klein, in het groot. Heer, wij zoeken uw aangezicht om om uw ontferming te vragen. Want zonder uw ontferming, heren, wat zijn we dan? We vragen u, heren, wilt u zich over ons ontfermen zoals we hier aanwezig zijn? Of we hier zijn als gemeentelid, of als gast omdat we een bijbelstudieweekend hebben, of gewoon zomaar. Dat we op afstand verbonden zijn en meeluisteren vanuit onze kamer, vanaf ons vakantieadres misschien. Wilt u ons allen uw zegen geven? Geef u dat wij in u het rustpunt vinden in de stormen van het leven. Ja, machtige heren, u weet dat de duivel ons zal proberen te verstoren. Dat de duivel uw werk probeert kapot te maken. Vraagtekens erachter te zetten. We vragen u heel eerbiedig, wilt u het werk van de boze verbreken? Wilt u ons van hem verlossen? En ons zo een dienst geven waarin uw geest aan het werk is. Dat u met uw geest onze harten vult, verandert, vernieuwt. Dat u ons tot geloof laat komen, opnieuw geboren laat worden. En als we u ook kennen dat er voeding mag zijn, dat u door uw geest ons verder vormt en kneedt, opdat we in geloof met uw leven, vol vertrouwen, verder kunnen. In de wetenschap dat u er bent en dat u als een vader zorgt, hoe het leven ook gaat. Heer onze God, we bidden u zo om uw zegen over deze dienst. Laat alles in goede orde verlopen. Laat het mogen zijn tot glorie van uw naam. Tot vorming van uw koninkrijk. Heren, wij vragen u dat. Voor onszelf hier als we samenkomen. Voor de kinderen bij de parel straks. Voor de kinderen bij de oppas. Zegent uw leiding. Maar zegent u ook alle andere kerkdiensten die georganiseerd worden hier in Veenendaal. In onze omgeving. Gebruik het, heren. Om uw koninkrijk te bouwen. Zegen ieder die taken heeft in de diensten. En zegen ons ook in onze getuigenissen naar anderen toe. Dat we soms juist in de stormen van het leven mogen getuigen naar onze buren, familie en vrienden over wie u bent in die storm. En dan danken wij u, heren, dat u er ook was in die storm in Matteüs 8. Dat u, Heer Jezus, zelfs in de storm van de hel gehangen hebt. In het duister. U werd verlaten. Omdat wij nooit verlaten zouden zijn. Heren, dat is een voorrecht. En we danken u daarvoor. Geef dat we zo mogen geloven. En mogen ervaren. Vergeeft u ook onze zonden, heren. We zijn klein van geloof. We zijn zo makkelijk op onszelf gericht. We doen zo makkelijk wat niet goed is. Neem het genadig weg, heren. U kent onze neigingen. Neemt u het weg. Zie naar ons om, in de Heer Jezus Christus. Heren, zo kent u ons allemaal persoonlijk. Of onze naam in het bijzonder genoemd gaat worden of niet. Maar zegent u ons.
En we danken u ook in het bijzonder, heren, dat zuster Celia van Riessen, dat ze thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Dat intussen gebleken is dat er geen complicaties zijn opgetreden, dat er geen uitzaaiingen gevonden zijn. Wij willen u daar de dank voor brengen. Het was een zeer ingrijpende ingreep, maar u was erbij. U hebt het gezegend. Wij danken u. Wij prijzen uw grote naam daarvoor. En vragen u ook om verder herstel voor haar. Heren, we danken u ook dat zuster Greet Klumpenaar, dat zij thuis mocht komen, dat de heupoperatie geslaagd is, dat er ook geen complicaties zijn gekomen. Heren, wilt u haar verder laten herstellen. Geef dat de pijn over mag gaan, dat ze snel weer goed ter been is, dat ze mag merken dat het toch echt geholpen heeft. Heren, we bidden u ook voor zuster Hanny van de Brink. U weet, heren, dat ze een langere tijd te maken heeft met afnemende krachten. En ook dat haar gedachten afgenomen zijn. De communicatie eigenlijk niet meer mogelijk is. Ze alleen haar ogen kan opslaan. Heren, u weet hoe ook haar man Ruud zo voor haar heeft mogen zorgen in al die tijd. En heren, dan ziet het er nu naar uit. Dat het einde van het leven toch echt dichtbij komt. Dan dragen we toch ook haar, haar man, haar gezin van harte aan u op. Wees u ze nabij. Als we geen woorden zo meer kunnen wisselen met haar, dan kunt u haar nog wel bereiken. Geef dat ze geen pijn zal hebben. En dat ze in alle rust heen mag gaan. Omdat ze toch ook heeft mogen getuigen toen ze nog kon spreken. U leeft en ik zal leven. Heren, wilt u zo bij hen zijn. We bidden u ook, heren, voor broeder Henny Simons, als hij komende donderdag een dokteroperatie moet ondergaan. Gaat u daarin mee? Heer, die operaties vinden vaak plaats, maar het is nog altijd weer spannend. Maar als u meegaat, Heer, is het goed. Geef dan dat het een gezegende ingreep mag zijn en dat het ook voor de toekomst perspectief mag geven. Heer, wij bidden u of Tim en Heidi een goede reis mogen hebben naar Aruba als ze morgen hopen te gaan. Als dat moet voor het wegen het werk van Tim, zegent u ze samen in hun huwelijk en de roeping die ze hebben. Geef dat ze standvastig mogen zijn in het geloof. Dat ze dicht bij u mogen leven, van harte u dienend en zo ook dienstbaar op allerlei andere gebieden. Gaat u met ze mee, bewaart u ze voor ongevallen en geef dat ze het goed mogen hebben daar. En dat we ze ook in goede gezondheid TCT weer mogen ontmoeten hier. Machtige God, wij dragen zo onszelf ook aan u op. En we denken ook aan de nabestaanden van onze overbuurman, Heere, die Kees, die hier tegenover de kerk woonde, hij was vermist. En gisteren is zijn lichaam gevonden. Heren, wij vragen u om uw nabijheid voor alle nabestaanden. Voor zijn familie. We vragen u om uw zegen ook voor alle mensen die daar wonen. Heren, als het hen ook niet koud gelaten heeft, als het iemand was met wie ze gesproken hebben, die ze jarenlang opgetrokken hebben. Het is toch heftig. We vragen u om uw troost. Uw nabijheid, uw zegen, voor hen in het bijzonder. Ja, Heere, zo slaan wij onze ogen op tot u. We bidden u om uw genade. We prijzen u om de genade die u al gegeven heeft. Wilt u ons zo overladen met uw weldaden, opdat wij ons, net als die mensen in Matthäus 8, mogen verwonderen over wie u bent. In Jezus' naam. Amen. Jongens en meisjes, ik heb weer een kinderbijbel meegenomen om jullie alvast iets te laten zien van waar het vanmorgen in de dienst over gaat. Als je goed kijkt naar dit plaatje, dan zie je een schip, hè? En je ziet dat het water niet heel rustig is. Dat zijn hoge golven. Het gaat vanmorgen over de geschiedenis van de storm op het meer van Galilea. En als de golven zo hoog zijn, dan kun je je voorstellen dat de discipelen heel bang zijn. Wat een golven! Er staat in het gedeelte dat we straks gaan lezen dat het scheepje door de golven bedekt wordt. Maar dan heb ik een vraag. Want de Heer Jezus is ook aan boord van dit schip. En wat doet de Heer Jezus? Wie weet dat? Wat doet de Heer Jezus aan boord van dit schip? Want ja, je ziet dat het hoge golven zijn.
Wie heeft een idee? Ja, zeg het maar. Hij slaapt, ja. Dat is toch apart? Die Jezus, die slaapt terwijl het stormt. De discipelen begrijpen dat natuurlijk niet. Hoe kan dat nou? Dat schip dat is zo aan het heen en weer schudden. Het water valt er overheen. Hoe kan hij nou slapen? En de Heer Jezus laat merken, ik vertrouw op mijn Vader. Ook als het stormt. En weet je wat ik nou zo mooi vind? Dat is dat de Heer Jezus nou niet wakker wordt van die storm, maar wel als zijn discipelen hem roepen. Als zijn discipelen misschien wel door het schip gekropen zijn naar de Heer Jezus toe en gezegd hebben, Heer Jezus, word wakker, red ons. Dan wordt de Heer Jezus wakker. En dan zegt hij, waarom zijn jullie bang, kleingelovigen? En vervolgens zegt hij, zwijg, wees stil. En in één keer stopt de wind en de golven zijn weg. En dan zegt iedereen, wat voor iemand is dit? Kan de Heer Jezus dat nou? Weet je wat we in dit gedeelte gaan zien? Dat je juist door de storm de Heer Jezus beter leert kennen. En zo hoop ik dat ook jij, dat ook u, de Heer Jezus vanmorgen, door de schriftlezing, door deze dienst, door de verkondiging heen, de Heer Jezus nog weer beter leert kennen. We gaan samen lezen. Matteüs 8. Matteüs 8, vanaf vers 18 tot en met vers 27. En vervolgens zingen we uit Psalm 25, vers 2 en ook vers 6. Leest u met me mee. Toen Jezus een grote menigte om zich heen zag, gaf hij bevel naar de overkant te varen. En er kwam een schriftgeleerde naar hem toe en zei tegen hem, Meester, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. En Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Een ander uit zijn discipelen zei tegen hem, Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf. Maar Jezus zei tegen hem, volg mij en laat de doden hun doden begraven. En toen hij aan boord van het schip gegaan was, volgden zijn discipelen hem. En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd. Maar hij sliep. En zijn discipelen kwamen bij hem, wekten hem en zeiden, Heere, red ons, wij vergaan. En hij zei tegen hen, waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee, en er kwam een grote stilte. De mensen verwonderden zich en zeiden, wat voor iemand is dit, dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzaam zijn?
Na de verkondiging zingen we uit Psalm 3, vers 2 en ook vers 3. Mijn trouwe God, gij zijt, het schild dat mij bevrijdt. En ook ik lag en sliep gerust, van zere trouw bewust. Psalm 3, het tweede en ook het derde vers na de verkondiging. Het thema van de preek is, wat voor iemand is dit? Nou, dat zijn dus de woorden die je vindt in vers 27b, waar de mensen zich verwonderen en zeggen, wat voor iemand is dit, dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? Drie punten als structuur voor de preek. We kijken allereerst naar volgen, vervolgens naar vragen en in de derde plaats naar verwonderen. Volgen, dat zie je bijvoorbeeld in vers 23. En toen hij aan boord van het schip gegaan was, volgden zijn discipelen hem. Vragen, vers 25 en 26a. En zijn discipelen kwamen bij hem, wekten hem en zeiden, Heere, red ons, wij vergaan. En hij zei tegen hen, waarom bent u angstig, kleingelovigen? Vragen. En dan verwonderen, vers 27a. De mensen verwonderden zich. Dus wat voor iemand is dit? Volgen, vragen, verwonderen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u vanmorgen hier in de kerkzaal en u die op afstand verbonden bent. Het is een aantal jaar geleden en ik had er echt weer zin in. Ik zou weer gaan vissen op zee. En niet vanaf de kant, maar op zo'n schip. En als ik dan zo'n tripje boekte, dan probeerde ik altijd een klein schip te boeken. Want ja, een klein schip gaat sneller, vaart harder, dat is sowieso leuker. Maar je bent ook sneller op de plek waar je kunt vissen. En je hoeft later terug, dus je kunt ook langer vissen. Ik had er zin in. Maar ja, dan wil je het weer natuurlijk ook in de gaten houden. Want zo'n klein schip, dat is aardig. Maar zo'n klein schip pakt ook meer golven mee. En dan kijk je op zo'n website en dan kijk je naar hoe hoog zijn de golven. En hoe snel komen die golven achter elkaar? Wat is de golffrequentie? En ik had al gezien, het zit op het randje. Die golfhoogte, die frequentie, zou erom hangen. Maar ja, de afspraak is, de schipper belt de dag ervoor. Gaat het door, gaat het niet door? En de schipper die belde, kan prima, we gaan. Ik met goede moed naar de haven gereden die ochtend vroeg. Aan boord gestapt en daar gingen we. Ik had er zin in. Maar hoe verder we naar buiten gingen, hoe meer ik merkte dat de wind toch wel echt sterk was. En die golven die leken toch ook steeds hoger te worden. Op een gegeven moment stond ik daar en die golven die klapten met zijn neus in het water en die golven die kwamen er helemaal overheen. Dus dan sta je daar en denk je, oké. Ja, ik had zin in vissen. En als op een gegeven moment de schipper dan ook nog zegt van, het is toch wel echt een heftig zeetje. Nou, je maag vertelt dat dan ook. En toen stond ik daar en toen dacht ik, ja, had ik dit nou moeten doen? Had ik mee moeten gaan? Had ik die schipper wel moeten vertrouwen? Hij zei, het kan prima, we gaan. Maar nu ik hier zo sta, had ik liever aan wal gebleven. Had ik dit maar niet gedaan, dan zouden de discipelen dat misschien ook gedacht hebben. Toen ze aan boord gegaan waren van het schip. Als ik dit geweten had, als ik had geweten dat het zo zou lopen, ja, dan had ik nooit naar zijn woorden geluisterd. Dan had ik liever aan wal gebleven. Ja, volgens de moed stapten de discipelen aan boord van hun schip. De meester had gezegd, vaar naar de overkant. Dan gaan we dat doen. En ze stappen aan boord. Het zijn vissers. Het is hun boot. Ze weten prima hoe ze moeten varen. Geen probleem, zeilen kunnen ze. En ze zijn ook echt wel wat gewend. Maar let eens op, wat er nu gebeurt. Ja, het meer van Galilea kennen ze wel. 10 meter breed, 10 kilometer breed, 20 kilometer lang. En het kan er spoken. Maar nu, ze worden heen en weer geslingerd. De wind die neemt maar aan en aan. Het buldert. De golven, ze zijn hoog. Ze worden heen en weer geslingerd. Ze grijpen zich vast. Kijk uit, als word je overboord gegooid. Ja, zegt vers 24. Er ontstaat een grote onstuimigheid in de zee.
In het Grieks staat daar een seismos mega. Als je bijvoorbeeld een seismograaf hebt, dat is een meetapparatuur voor een aardbeving. Een aardbeving, seismograaf. Een seismos mega, het is echt groot. Ja, er staat in vers 24, zodat het schip door de golven bedekt werd. Dat woord bedekken, dat betekent echt helemaal afdekken. Zoals een kap helemaal ergens overheen zet om het te verbergen. Zo wordt het scheepje als het ware bedekt, verborgen door de golven. Moet je even indenken, jongelui. Zit je in zo'n scheepje en je wordt alle kanten opgeslingerd, water slaat er overheen. Je kunt je voorstellen, ze zijn doodsbenauwd. Zelfs die vissers. Ze zijn van alles gewend, maar dit zouden ze toen misschien ook gedacht hebben. Als ik dit geweten had, dan had ik nooit geluisterd naar die woorden van Jezus. Als ik geweten had dat het me hier zou brengen, weet ik niet of ik gedaan zou hebben wat Jezus zei. Dat kun je toch voorstellen, of niet? Als je dan heen en weer geschud wordt, als je alle grip verliest en je bent bang dat het echt helemaal misloopt, dat er dan van die gedachten bij je boven komen, heb ik er wel goed aan gedaan om Jezus te volgen? Had ik niet beter gewoon aan wal kunnen blijven? Ja, ze zijn gehoorzaam. Ze volgen Jezus in hun eigen schip. En met dat ze hem volgen gaat dus de keer, raken ze alle grip kwijt. En misschien is er iemand die zegt, ja, ik herken dat wel. En soms heb ik zo'n gevoel ook. Van waarom overkomt mij dit nou? Ik had alles rustig. Het ging zijn gangetje. Maar nu ik Jezus ga volgen, nu ik luister naar zijn woord, brengt het mij nou juist in de storm, heb ik het gevoel dat ik nou juist grip verlies in mijn leven. Op mijn werk. In mijn gezin. Wat anderen voor je doen. De discipelen hadden dit waarschijnlijk niet verwacht. Maar blijkbaar kan dit gebeuren als je Jezus gaat volgen. Dit kan gebeuren. En de Heer Jezus die had het ook al gezegd hoor. Eigenlijk is dit ergens een illustratie bij wat de Heer Jezus daarvoor gezegd heeft. Wat bedoel ik? Nou moet u kijken vanaf vers 18. We lazen niet voor niet dat stukje ervoor ook. De Heer Jezus die heeft dus de opdracht gegeven, ga naar de overkant. En dan staat er dat er iemand aankomt en die zegt, meester, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Misschien is die man wel onder de indruk geraakt. Die bergreden, Matthäus 5 tot en met 7, wat een woorden. En hij heeft misschien wel meegemaakt hoe de Heer Jezus die Melaatse genas daarna. En vervolgens de knecht van die hoofdman en de schoonmoeder van Petrus. Zo iemand, daar wil ik bij horen. Die wil ik volgen, zo'n rabbi. Prachtig toch? Ik wil u volgen waar u ook heen gaat. Ja, wat zegt de Heer Jezus dan? Ja, u kent het waarschijnlijk. Maar hij zegt niet, nou wat mooi zeg. Wat fijn. Dat jij mij wil volgen. Maar hij zegt, de vossen hebben holen. Vogels in de luchtnesten. Maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Met andere woorden, beste schriftgeleerden. Jij hebt nu iets van mij gezien. Je hebt iets van mij gehoord. En jij denkt nu echt dat je mij wil volgen. Van harte, helemaal. Maar als je mij gaat volgen, dan kun je wel eens alle zekerheden kwijtraken die je nu denkt te hebben. Dat kan zeker gebeuren. Oei. Dus wat er hier gebeurt is eigenlijk een plaatje bij wat de Heer Jezus daar gezegd heeft. Ja, en dan komt er daarna nog iemand, hè? Nog iemand die de Heer Jezus wil volgen. Heren, maar sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf. Ja, wat de Heer Jezus dan zegt, hè? Laat de doden hun doden begraven, dat schuurt met ons. Je vader begraven, dat is toch eerbewijs aan hem. Nou, waarschijnlijk leefde zijn vader nog, want anders was hij hier niet geweest. Hoe het ook zij, de Heer Jezus die maakt in ieder geval duidelijk dat het voor alles gaat. Dat volgen van mij, dat gaat nou voor alles. Dat moet je op de eerste plek zetten.
Dat volgen van mij betekent dat je alle zekerheden die je denkt te hebben kwijt kan raken. Maar ook dat je dat op de allereerste plaats moet zetten. Ja, en dan zegt ons vers, vers 23. En toen hij, de Heer Jezus, aan boord van het schip gegaan was, volgden zijn discipelen hem. Volgen. Dat is precies hetzelfde woord in het Grieks als wat op die andere twee plekken daarvoor genoemd wordt, vervolgen. Zij volgen hem. Zij hebben die woorden ook gehoord. En misschien waren de discipelen wel trots. Moet je kijken wat de Heer Jezus zegt, hoe hoog hij de lat legt. Maar ons heeft hij geroepen. Volg mij. En wij volgen hem. En als de Heer Jezus zegt, ga naar de overkant, dan volgen wij hem. Maar met dat zij hem dus volgen, komen ze in de storm. Verliezen ze alle grip. Zijn ze hun leven niet zeker. Blijkbaar kan dat gebeuren. Dat je de Heer Jezus volgt en dat je dan voor je gevoel nou juist alle grip verliest. Dat je het even niet meer weet. Waarom doet de Heer Jezus dit? De Heer Jezus die weet toch alles? Hij wil zijn discipelen iets leren. Hij wil dat ze hem nou echt leren kennen, echt leren vertrouwen. Want ja, ze kennen hem blijkbaar nog niet goed genoeg. Anders hadden ze zich in vers 27 ook niet zo verwonderd. Hadden ze niet gezegd, wat voor iemand is dit? Heeft u het ook wel eens zo bekeken? Als u kijkt in uw leven, als jij kijkt in jouw leven. En jij hebt misschien ook wel momenten dat je grip verliest. Dat het stormt. Heb je het wel eens ook leren zien als iets wat de Heer Jezus dan wil gebruiken? Om je hem beter te leren kennen. Dat je je grip verliest, zodat je des te meer gaat zien wie hij is. Dat als je kijkt naar de stormen in deze wereld, kijk naar de stormen in je leven. En dat de Heer Jezus die dan nou juist wil gebruiken, zodat je een dieper zicht krijgt op hem. En dan vraag ik er gelijk maar bij, mag de Heer Jezus die stormen zo gebruiken? Soms kan het in de storm ook zo zijn dat je zo bezig bent met alles wat er op je afkomt, dat je hem niet meer ziet. Maar de Heer gaat het zo maken dat ze hem gaan zien. Daar zegt iemand, ik vind dat toch lastig. Want als ik kijk naar wat er gebeurt in deze wereld, als ik het zie, als ik het lees, als ik het hoor, dat grijpt me aan. Die oorlog in Oekraïne, die spierballentaal. Dat er hier raketten geschoten worden en daar een aanslag. In Israël en Gaza, en het gaat maar door. Komt er misschien een nieuwe wereldoorlog, dominee? Ik weet het niet. Of als je zegt, ja, mijn werk, mijn gezondheid, mijn studie. Waarom heb ik niet gewoon een beetje meer energie? Waarom krijg ik gewoon niet iets meer grip op mijn gezin? Waarom lukt het me niet om het vast te pakken? Misschien verlies je wel de grip. Dan wil de Heer Jezus vanmorgen ons leren. Kijk nou eens vanuit die storm, vanuit dat verliezen van de grip op je leven. Kijk nou nog eens naar hem. Naar de Heer Jezus. De discipelen weten zelf niet meer hoe het moet. Maar ze weten wel naar wie ze toe moeten. Ook als je door te volgen in de storm komt. Ja, ga dan maar vragen. Dat is mijn tweede punt van de preek. Ja, zegt iemand, ja, ik zag dat tweede punt al staan, vragen, maar ja, ik vraag wel aan God, maar er gebeurt zo weinig. Ik roep wel tot God, maar hij antwoordt niet. Ik heb het gevoel dat God slaapt. Ja, net als in dit gedeelte zeker. Want het is heel contrasterend zoals het hier geschreven wordt. Terwijl de storm tekeer gaat, de wind buldert, de golven beuken en de discipelen doodsbenauwd zijn, door die seismos mega, slaapt Jezus. Maar hij sliep. Wat zit daarin? Misschien is er een jongere die zegt, ja, waarom slaapt de Heer Jezus nou? Was die nou zo moe? Nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat de Heer Jezus zo moe was. Er staat natuurlijk niks van. Maar ik denk dat we het moeten zien vanuit wat in onze tekst naar voren komt. En dan staat er in vers 26 dat de Heer Jezus zegt, waarom zijn jullie bang, kleingelovigen? Volgens mij laat dat slapen nou juist iets zien van,
Ik ben niet bang. Ik lag en sliep gerust, van zere trouw bewust. Ik heb alle rust. De discipelen die zijn doodsbenauwd, alle stabiliteit in hun leven kwijt. En dat in hun eigen schip, in dat waar ze kapitein van zijn. Dat dat hun leven is. Zij weten het niet meer, maar Jezus slaapt. En laat daarmee zien, ik heb vertrouwen. Het loopt me niet uit de hand. Wonderlijk. Als je zo kijkt naar de Heer Jezus. Ja, de discipelen zien het natuurlijk nog niet. Die zijn vooral verbaasd. En die maken hem wakker. Heer, red ons. Wij vergaan. En dan wordt de Heer Jezus wakker. En broeders en zusters, ik vind dat al zoiets moois, hè? Dat de Heer Jezus, terwijl dat scheepje dus bedekt wordt door de golven, zo heen en weer gebeukt wordt, dat de discipelen die bekend zijn met varen het niet meer weten, dan slaapt de Heer Jezus. Maar wanneer wordt de Heer Jezus nou wakker? Als zijn discipelen roepen. Zo is de Heer Jezus. Dan wordt hij wakker. Geef daarom niet op als je de grip kwijt bent. En als je denkt, hoe moet het? Als je het gevoel hebt, de hemel lijkt wel van koper. Geef niet op. Nee, de Heer laat ons soms wachten, zeker. Hij antwoordt soms op andere manieren dan wij gevraagd hebben. Maar als Hij hier slaapt in de storm. En als Hij gezegd heeft, ik zorg voor de vogels in de lucht. Ik zorg voor de bloem op het veld. Ik zorg voor het gras in de wei. Zou ik niet voor jullie zorgen? Zou er niet voor ons zorgen? Voor u, voor jou, voor mij. Ja, dan mag je hem dus alles vertellen. Dan mag je tot hem roepen. En dan mag je tot hem gaan. Ook al voelt het soms niet logisch. Wat bedoel ik? Nou, de discipelen, zij zijn de kapiteins. Kijk, de Heer Jezus, ze kennen hem als iemand die kan preken. En als iemand die wonderen kan doen, kan genezen. Zo kennen ze. Maar ze hebben nog niks meegekregen van het wonder van dat hij macht heeft over de natuur in die zin. Dus ze weten het eigenlijk nog helemaal niet. De discipelen, dat zijn toch degenen die afweten hoe het moet. Maar blijkbaar is er geen andere optie meer dan naar de Heer Jezus toe gaan. En juist dan leren ze wie hij is. En broeders en zusters, ik denk dat hier ook een diepere les in zit. Zou dat ook bij ons kunnen gebeuren? Dat de discipelen, dat jij gaat leren, dat ik, dat wij moeten leren. Juist daar waar ik kapitein over ben. Daar waar ik bestuur. Daar waar ik de dingen weet. Dat juist in die dingen ik de grip verlies. Opdat ik des te meer zie wie de Heer Jezus is. Ik weet dat er vanmorgen ook mensen in de kerk zijn die dat herkennen. Die zeggen, ja, ik wist al heel wat van de Heer Jezus. Maar juist toen mijn gezondheid mij in de steek liet. Toen het op mijn werk helemaal misging. Toen ik het niet meer wist. Toen zag ik nou juist des te meer wie Hij is. Of is het misschien zo dat er hier vanmorgen iemand is die zegt, ik heb eigenlijk nog iets te veel grip in mijn leven. Zoveel grip dat ik de Heer Jezus nog niet echt nodig heb. Het stormt misschien wel eens, maar ik red het nog wel hoor. De storm brengt de discipelen bij de Heer Jezus. Laat de storm in ons leven ons ook bij Hem brengen. De Heer Jezus laat ervaren hoe afhankelijk ze zijn van Hem. En dat mogen wij leren. Dat we afhankelijk van Hem zijn. Dat we bij Hem terecht kunnen. Maar we mogen ook leren dat er bij Hem nou redding is. Dat daar waar ik alle grip verlies, dat Hij het is die de grip heeft. Ook in mijn leven. En roep dan maar tot Hem. Let er dan wel op dat wij met onze vragen tot Hem zijn vragen tot ons niet overschreeuwen. Wat bedoel ik? Nou, stel eens een kind voor. Een kind dat iets heel graag wil van mama. Mama, mag ik dit? Mama, mag ik dat?
Mama, ik wil dat, zus, en zo. En intussen wil mama ook iets zeggen, maar het kind dat blijft maar vragen. Zo kan het toch gebeuren? Of overkomt jullie dat niet, jongens en meisjes? Dat je soms wel eens heel veel vraagt en dat je dan vergeet te luisteren naar papa of mama die al lang iets wil zeggen. Ik denk dat het in het geloof ook zo kan gaan. Wij mogen roepen. Maar zullen we dan ook oog hebben voor wat de Heer Jezus dan zegt? Hoe hij reageert op zijn manier? Kijk, ik snap heel goed dat die discipelen doodsbenauwd zijn. En dat ze dan niet denken, maar hoe kan de Heer Jezus nou slapen? Zullen we hem eerst eens vragen waarom die nou slaapt? Nee, ze zijn doodsbenauwd. Maar ze moeten wel luisteren naar wat de Heer Jezus zegt. En let dan eens op, wat zegt de Heer Jezus nou als allereerste? Staat hij op, zegt hij gelijk, zwijg, wees stil. De wind stopt, de zee is rustig. Nee. Nog voor hij opstaat, blijkbaar ligt hij nog, is het eerste wat hij zegt, vers 26. Waarom bent u angstig, kleingelovigen? Oké. Dus midden in de storm, midden in het punt dat ik geen grip heb, kijkt de Heer Jezus ons aan en zegt, waarom ben je nou bang, kleingelovige? En dat kleingelovige, dat komt als een cadans terug. Je kwam het al tegen in Matthäus 6, vers 30. God zorgt voor het gras, zou hij niet voor u zorgen, kleingelovige? Hier in dit gedeelte. Matthäus 14, vers 31, Petrus die wegzakt in de golven, kleingelovige. In Matthäus 16, vers 8, zijn ze de broden vergeten. Waarom zijn jullie bang, kleingelovige? Kleingelovige. De Heer Jezus kijkt hen aan en hij zegt, waarom zijn jullie bang? Ik ben er toch? Ja, jullie verdrinken bijna, maar vertrouw ook dan op mij. En hierin wil de Heer Jezus hen een les leren dat ze ook in de toekomst zullen vertrouwen. En je ziet het gebeuren in het evangelie. Later worden ze bespot. Uiteindelijk gaan ze zelf de dood in. Petrus en Andreas aan een kruis. Denk aan Paulus. 5 keer zweepslagen gekregen. Gevangenissen van binnen gezien. Met de roede gegezeld. Gestenigd. Schipbreuk geleden. Overal in gevaar. Maar door deze les, doordat hij ziet wie Jezus is, heeft hij vertrouwen. Weet u wat de Heer Jezus hier nou graag wil? Naar zijn discipelen, naar ons. Laten zien wie hij is. Opdat we des te meer in leven en sterven zullen vertrouwen op hem en niet op onszelf, op ons eigen kunnen. En de Heer Jezus die laat zien, ik ben erbij. Ik ben erbij, ik zorg voor je, heb vertrouwen. Je kunt op mij aan. Je mag in mij geloven. Mij is gegeven alle macht. In hemel en op aarde hebben wij dat geleerd. Nee, ik zeg niet, bent u uitgeleerd. Maar is dit nou een les die door je leven meegaat? Waarvan je zegt, hoe mijn levensscheepje ook gaat. Wat de koers ook is, hoe de stormen ook komen. Ik zie op hem. En ik weet me in leven en sterven geborgen, want ik lig voor zijn rekening. Heb jij dat geleerd? En dat je in de stormen ook kan zeggen, ik lag en sliep gerust, van zere trouw bewust. Ja, zegt iemand, ik wil dat wel. Maar soms zit er bij mij zo'n stemmetje. En dat stemmetje dat zegt, voor jou niet. Voor jou is er geen plaats, voor jou geen hoop. Geldt natuurlijk niet voor jou, je moet het alleen doen. Is dat waar? Ja, de duivel trekt de dingen graag in twijfel. Maar laten we vooral maar eens naar het derde gaan. Naar het verwonderen. Want de Heer Jezus die stelt dus die vraag, waarom zijn jullie bang? En hij verbindt hun angst dus aan hun kleine geloof. En vervolgens zegt hij niet, nou, ga nu eerst nog maar eens eventjes verder ploeteren. Blijf maar op mij vertrouwen, de storm gaat nog even door. Nee. Hij staat op en bestraft de winden en de zee. En het wordt stil. Dat de wind zomaar gaat liggen, dat gebeurde daar vaker. Maar dat zelfs de zee stil is,
wonderlijk, een grote stilte. En de discipelen, ze zullen elkaar aangekeken hebben, maar ze kijken vooral naar de Heer Jezus. Wat voor iemand is dit? Ja, we wisten dat hij kon preken. We wisten dat hij kon genezen. Maar dat hij dit ook kon. Dat hij nou ook macht heeft over ons levensschip. Dat het nou ook niet uit de hand loopt als ons scheepje eronder dreigt te gaan. De mensen verwonderen zich en zeiden: wat voor iemand is dit dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? Verbazing. Onder de indruk zijn. Hij is toch die man uit Nazareth? Ja, hij is Jezus. En je merkt in die woorden dat er eigenlijk ook iets in zit van: we zijn hem gevolgd om wat we al van hem wisten. Maar er zit iets van een honger in. Ik heb nu zoveel van hem gezien. Ik wil meer van hem zien. Meer van hem weten. En ik wil meer op hem leren vertrouwen. En ik hoop dat dat ook bij ons het geval is. Hier zitten jongeren. Je volgt belijdenis, catechisatie of gewone catechisatie. Je bent misschien wat bezig met het geloof. En je twijfelt. Wil ik het? Kan ik het? Of liever toch niet? Dan hoop ik dat je gaandeweg steeds meer ziet van Jezus. En dat je je verwondert. En dat het je maakt dat je zegt: maar ik wil meer weten wie Hij is. Want die verwondering, dat is ook zo'n cadans in het Matthäus-evangelie. Je komt het hier tegen. Maar als je het hoofdstuk verder gaat, in hoofdstuk 9 vers 8 staat dat ze zich verwonderen. Want Hij blijkt ook macht te hebben om zonde te vergeven. En hoofdstuk 9 vers 33... ze verwonderen zich. Hij blijkt ook macht te hebben om demonen uit te drijven. Hoofdstuk 15 vers 31. Ze verwonderen zich. Blinden kunnen zien. Lammen lopen. Doven horen. Ze verwonderen zich. Ja, laat hem besturen waken. Het is wijsheid wat hij doet. Hij zal zo alles maken dat ge u verwonderen moet. Broeders en zusters. Van sommigen van u weet ik iets van de stormen die u heeft meegemaakt. Of waar u misschien wel in zit. Ik weet hoe uw levensscheepje soms heen en weer gegaan is. Of gaat. Maar als nou aan u gevraagd wordt. Als je terugkijkt of als je het nu ervaart. En u gevraagd: wat voor iemand is dit? Wie is de Heer Jezus? Kun je dan vanmorgen ook zeggen: Hij is degene die macht heeft over de wind die beukt in mijn leven. Over de zee die tegen me aanstormt. Hij heeft de macht over de demonen die mij aanvallen. Hij heeft de macht over de ziekte die mij teistert. Hij heeft de macht om mijn zonden te vergeven. En blijkt dan ook iets van verwondering in onze woorden. Hij was erbij in mijn zorgen. Hij troost mij in mijn pijn. Hij helpt mij staande te blijven. Hij is voor mij de vaste rots van mijn behoud, buurman. Ik geloof het echt. Hij is de vaste rots van mijn behoud. En als de zonde mij benauwt, dan zeg ik: laat mij steunen op uw trouw. Laat mij rusten in uw schouw, waar het bloed door u gestort mij de bron des levens wordt. Kunnen wij dat nou zeggen? Wat voor iemand is dit? Als we hem dan zien gaan, kruipen door Gethsemane, broeders en zusters, wie is dit? Kunt u dan zeggen: dit is onze zaligmaker? Als we hem dan zien staan, met het kruis op zijn rug, op weg naar Golgotha, wat voor iemand is dit? Onze zaligmaker? Als we hem dan zien hangen aan het vloekhout. En iemand vraagt hem: wat voor iemand is dit? Is nou onze redder. Als we dan staan daar bij het lege graf. Wat voor iemand is dit? Is het onze redder? Als we hem zien staan op de Olijfberg en opzien varen naar de hemel. Wat voor iemand is dit? Het is mijn redder, mijn zaligmaker.
En als ze hem dan zien komen op de wolken, ja, dan is het niet meer de vraag, wat voor iemand is dit? Want dat is Jezus, die alle macht in hemel en op aarde heeft. En iedereen hem gelooft, die op hem vertrouwt, mag weten, hoe het ook stormt in mijn leven, ik ben veilig. En laat ik hem dan van harte volgen. Laat ik dan ook alles aan hem vragen, opdat ik in mijn leven me steeds meer mag verwonderen. Tot slot. Ik begon de preek met het voorbeeld van zeevissen. Ik stond daar aan boord van dat scheepje en ik dacht echt, wat doe ik hier? En uiteindelijk, toen ik aan de kant was, ik had al wel wat gevangen. Als je me dan zou vragen van, was dit nou de moeite waard? Nee. Het was uiteindelijk niet de moeite waard, het was te heftig. Maar stel dat het nou eens aan de discipelen zouden vragen. Na die storm. Was het nou de moeite waard om de Heer Jezus te volgen in de storm? Of had je liever aan de wal gebleven? Wat zou het antwoord geweest zijn? Ik denk dat ze dan gezegd zouden hebben. Het was de moeite meer dan waard. Want ik heb hem leren kennen. Dat hij nabij is. Dat hij te vertrouwen is. Dat hij de vaste rots is. En dan wens ik u toe. Dat we mogen getuigen van de Heere. Zoals de discipelen die hier aan boord bang waren, dat mogen gaan doen. In Handelingen 2. Als de geest hen vult, dan spreken ze over de grote werken van God. En dan zijn de mensen eromheen in verwondering. Wat voor mensen zijn dit? Dat zij spreken over de grote werken van God. Opdat zij zich ook gaan verwonderen. En dat zij ook iets gaan zeggen, als aan hen gevraagd wordt, wie is dit? Ja, hij is het trouwe God, gij zijt. Het schild dat mij bevrijdt. Hij is mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Amen.
Zullen we samen tot God gaan? Heere, u ziet ons allemaal. En u weet, Heere, met welke stormen we te maken hebben gehad in deze wereld. En welke stormen er op dit moment zijn. U weet ook wat er gespeeld heeft in onze persoonlijke levens. En wat er op dit moment speelt. En u ziet ons levensschip, Heere, van ons allen persoonlijk. En we vragen u, Heere, geef ons een goede vaart en een behouden aankomst. Help ons om u te volgen. En leer ons zo om u steeds beter te leren kennen. Om u te zien in de volheid van uw macht en majesteit en genade. Dat u niet alleen de macht heeft om dingen te maken, om te genezen, om dingen te zeggen, te verkondigen, maar ook om zonde te vergeven, om stormen te stillen. We danken u, Heere, dat u ons dingen leert op uw manier. We danken u dat de discipelen mochten leren dat daar waar zij alle grip kwijt waren, dat dat voor u niet geldt. En dat het een les geweest is die ze mee mochten nemen in hun verdere leven. Dank u wel voor de lessen die u ons hebt geleerd. Toen we jong waren, nu volwassen zijn of als we ouder zijn. Geef dat die lessen niet onder het stof verdwijnen. Maar dat we die lessen mee mogen nemen en zo u volgen. Op het land, in de storm, op het schip. Heere, stuurt u zo ons levensschip, onze levensschepen, van ons persoonlijk, maar ook van de gezinnen, ons als ouderen. Als de eindbestemming steeds dichterbij komt, Heere, laat ons niet ten onder gaan, maar wees voor ons de vaste rots van ons behoud. Geef dat we ons keer op keer mogen verwonderen en die verwondering ook mogen uiten naar de mensen om ons heen. Help ons, Heere, om te getuigen van u als het moeilijk is. Maar ook als het goed gaat. Bewaar ons ervoor dat we maar onze eigen koers varen. Maar zegent u ons allen persoonlijk. Heer, en ook als het heel zwaar is. Die zijn er ook, Heer, die het als heel zwaar ervaren. Die voor hun gevoel niet meer zien. En die worstelen met zichzelf, met hun leven. Heer, wij vragen u. Houdt u ze vast. Opent u hun de ogen. Bewaar voor zonde, voor verkeerde stappen. En geef dat er toch, ook als het niet gezien wordt, vertrouwd mag worden op u. En gaat u zo verder, Heere. Geef dat niemand van ons zal hoeven schrikken als we voor u verschijnen. Maar dat we alle u mogen zien, van aangezicht tot aangezicht. Vol verwondering en een aanbidding. En tot die tijd, Heere, leid ons leven. Leid u ook het schip van de kerk. Ook van onze kerk. Ook als we als kerkraad morgenavond vergaderen. Als we tot talstelling zullen overgaan. Leidt u ons, Heer, in onze gedachten. In de keuzes die we maken. Laat het zo zijn dat het is naar uw wil. Tot verheerlijking van uw naam. Tot opbouw van uw koninkrijk. Omdat daardoorheen meer en meer mensen u volgen. Met en zonder vragen. Maar ook zich gaan verwonderen en in u hun houvast vinden. Heer onze God, wijs zo ons allen de weg. Ook als we zelf geen uitkomst zien. Heer, dan doet u dat misschien soms langs wegen die geen mens bedenkt. Maar maak ons maar uw wil bekend. En geef ons dan elke dag nieuwe liefde en nieuwe kracht. Want als wij ons dan op u zien en onze hand in de uwe leggen, dan wijst u ons toch de weg. Grote God, zegen ons zo verder op deze zondag. Geef ook vanmiddag een goede dienst, als er wat kinderen gedoopt zullen worden. Geef zo een goede zondag en help ons in alle omstandigheden. Zegent u ons kerkverband. Speelt van alles, Heere. Zegent u onze klasses. Zegent u de kerken wereldwijd. Stuurt u het. Door de storm heen. We vragen het
tot verheerlijking van uw naam. Om Jezus wil. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven. En vervolgens zingen we onze slotzang zo mogelijk staande op Psalm 99, vers 2 en 8. God die helpt in nood, is in Sion groot. En geef dan eeuwig eer onze God en Heer.
ontvangt u binnen de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.